Ja, Joris, ik heb een beetje het gevoel dat je speelt. Ja, ja, het is nog niet officieel gezegd, maar ja, de kans zit er wel in. Ja, wat kunnen jullie daar verwachten, daar in Georgiou? Ja, ik denk een heel gevaarlijk team. Fysiek sterk, met een hele gevaarlijke aanval. En dus een goed team, die West Ham heeft uitgeschakeld. Ja, en jullie moeten op je kievive zijn, op je hoede. Ja, tuurlijk, maar elke uitwedstrijd in Europa, ja, je kent die spelers niet. Dus het wordt elke wedstrijd is lastig. Maar je moet gewoon heel scherp zijn en alles verwachten. Ja, zeker na zo'n wedstrijd tegen Excelsior, waar het heel veel niet goed ging. Hoe is dan die week of die dagen na zo'n wedstrijd hier in Roemenië? Nou, we waren natuurlijk wel heel teleurgesteld na de wedstrijd tegen Excelsior. Ook hoe de wedstrijd verliep. En dan moet je gewoon snel herpakken, want nu staat er weer een wedstrijd op het schema. Maar dat hebben we best prima gedaan. Direct weer naar deze wedstrijd toegeleefd en goed geanalyseerd en een plan gemaakt. Ja, want de trainer John van der Brom noemde het een beetje een gluiperige ploeg. Een beetje luizig. Hè? Ja. Je moet heel erg voorzichtig zijn. Ja, inderdaad. Ze hebben een hele gevaarlijke aanval. Met spelers die een wedstrijd gewoon kunnen beslissen in een eentje. En achterin heel veel fysiek. Dus ze moeten zeker gaan voetballen, maar ook voor hun counter oppassen. Ja, hey, tot slot. Je staat hier in een bijzonder oud stadion. Je bent een van de jongeren. Doet jou dat wat van die oude stadions? Iets voor oude mannen? Nee, ik vind het wel mooi. Een mooie meter waar ik het. Het veld is niet heel goed, maar dus ja, ik vind het wel mooi. Een mooie atmosfeer. Mooi, moet je met de bus mee? Ja. Oké, dankjewel.